Nee, maar hoe groot is de kans dat we jou tegenkomen? Ja, wat de heck? Jij woont hier 2 uur vandaan of zo? Ja, dik. We staan hier met Dennis. Dennis, wij hebben iets voor jou meegenomen. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Mijn naam is Dom de Jong en ik ben vandaag met mijn grote vriend Mees. Hou je bek, bosje! Welkom bij een nieuwe vlog! Yay! Ik ben deze ochtend beland bij Mees. Mees, wij gaan eindelijk die headset weggeven die we zo lang al beloven weg te geven. Dames en heren, deze headset heb ik ooit gekregen van Royalistic. Alleen ja, weet je wat het is? Ik heb thuis al echt 3 headsets liggen. En ik denk het is zonde om deze ook te laten liggen. Dus wat gaan we doen? We gaan deze weggeven via Instagram. Via mijn Instagram story. En dan pikken we iemand uit die erop reageert. Maakt niet uit waar die woont. Limburg, Friesland, Utrecht. België, Duitsland. dat is wel heel ver. Nee, maar maakt niet uit waar iemand woont in Nederland. Ja, we kiezen gewoon iemand uit in DM. En die krijgt deze headset. Dat ga ik samen doen met Mees. Mees. Wat nou als ik de hele tijd zo ga filmen? Dat is... Nou, dan zie je denk ik alleen mijn neus. En die kan je al niet missen. Dus... Kom ik net binnen, ga ik plassen hier zo. En Mees die stond me natuurlijk weer op te wachten. Godzijdank, ik zat te kijken. Ik dacht, hier stond. Let op, Mees, ik heb hier een muntje. Eten is voor jou. Een fluitje van een cent. Ik snap hem echt niet. Nee? Je bent welkom, Mogol staat ook... Te fluiten op een muntje, ja. Ja, ik dacht, je snapt hem niet. Ik kan er bijna naar fluiten. Mees, breder dan dit word je echt niet, hoor. Oké, we gaan de story maken op Instagram. En daarna gaan we heel even chillen. Dan komen de DM's vanzelf binnen. En dan gaan we een winnaar uitzoeken. Dus. Ja. Het is eindelijk tijd om de headset weg te geven. Wil je deze headset nou winnen? Reageer op deze story met een leuke comment. Gewoon een leuke reactie. Waarom je de headset wil winnen. En dan komen we hem vandaag al zometeen bij jou aan huis brengen. Als je gewonnen hebt. Succes. De story staat erop, jongens. Afwachten. Waar gaan we nu naar kijken, Ron? Porno. Waar gaan we naar kijken, Dom? Waarvoor gaan we kijken? Mees en ik gaan misschien kijken voor een leuke vakantie. Een all-inclusive vakantie waar we onbeperkt kunnen eten. Nice. Waar we onbeperkt kunnen zwemmen. Waar we aan zee zitten met zon. Klinkt als Turkije. We gaan even kijken wat we willen, maar dat hebben we in gedachten. En mijn moeder heeft al een week vrij geregeld met haar werk, zodat ze op Boba kan passen. Dus hopelijk gaat het lukken. Gast, besef even hoe leuk het wordt als wij samen op vakantie gaan. Gast. Ja, precies. We hebben ook nog Quinn meegevraagd. Quinn, onze grote mattie, alleen die kon niet. Dat is wel jammer. Die had al andere vakanties en die heeft het gewoon heel druk. Dus dat was jammer. Maar Mees en ik gaan samen. Gezellig. Skull. Is het dan ook zo dat je dan 2 vliegtuigstoelen moet boeken? De DM's stromen binnen. Echt waar. Niet te geloven. Ongekend veel DM's, jongen. Holy shit. De huisvrouw is even bezig. Geef die Dago eens een stukje kaas dan. Moet ze wel zitten. Nee, dat was... Zal ik jouw huid even schaven? Oeh, wat als je gewoon dit doet? Zo. Doe maar. Een plakje Meest. Zou wel lekker vet zijn. We zijn even lekker toasties aan het maken. En de DM's stromen binnen als een gek. We gaan even lekker met een volle maag zometeen de DM's lezen en een winnaar uitzoeken. En dan... We're going to drive, you know, to the Friesland Limburg. You don't know. You don't know. We hebben een winnaar. We hebben een winnaar. Mees, als jij even filmt, wacht. We lopen even naar de auto. Dames en heren, de headset is gewonnen door ene Dennis. Dennis uit Rolde. En weet je waar Rolde is? Bij Assen en Groningen in de buurt. Nice. We moeten 1 uur en 40 minuten rijden. Dat gaan we doen. En waarom heeft Dennis dan gewonnen? Nou, Mees en kijkers, zal ik het eens vertellen? Vertel maar. Nee, Dennis heeft echt een ontzettend
leuk berichtje gestuurd. En Dennis zei, jullie zijn echt het beste duo om naar te kijken. Goeie humor, goede gozers. Ook al ken ik jullie niet persoonlijk. Echt super tof dat jullie zo'n vette giveaway doen. Ten eerste ook echt voordelig. Nou, dat klopt. Want ja, ook al is het niet de allerbeste headset ter wereld. Het is toch een headset, weet je. Mijn headset is smerig en half kapot. En ik hoop nog veel van jullie online te zien. Ik ken Don van een hele oude video van Quinn. En Mees heb ik ook al een paar keer gezien bij Quinn. Maar echt zo geweldig, de video's die jullie maken. Ik heb op de dag van Don's merch ook 's ochtends om 6:30 een hoodie besteld. Die je kan bestellen op donjong.nl. Ja jongens, we moeten fucking veel tanken. We moeten helemaal naar Assen. Dus koop een merch. Nee, grapje. En bij Royalistic Live, dat is een soort evenement van een YouTuber. In Aalsmeer heb ik ook een t-shirt gekocht. Die was toen inderdaad nog special edition. Want die was nog niet online op de webshop. En het lijkt me super tof om deze headset te winnen. Maar ik gun het een ander ook zeker weten. Mannen, veel succes met jullie kanalen. En jullie subs gaan knetterhard. Dus als je nog niet geabonneerd hebt, ben abonneer. Nee, even serieus. Hij gunt... Nee. Hij gunt het een ander ook. En dat vind ik gewoon super tof om te zien. We moeten gewoon helemaal naar Rolde. Dus dat gaat even duren. We gaan lekker rijden. We maken er gewoon een leuke roadtrip van. En we gaan iemand blij maken vandaag. Met een ritje en met een headset. High five. Je hebt nu porno aangeklikt. Nee, dat is een grapje. Roadtrip. Roadtrip. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Doe de colo. Colo, colo. Colo, colo. Colo, colo. Ja, ja. Ja, 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 ja. It's getting hot in here. So hot, so take off all your clothes. Letterlijk, ik zat net met Mees' vader te praten. En ik zeg, kijk, ik heb echt een leuk berichtje. Dit vind ik nou een leuk berichtje. Oh, ja. Dus ik las dat berichtje voor. Hij zegt, dat is een leuk berichtje. Helemaal omdat hij het een ander ook gunt. Dus ik zeg letterlijk, nou, ik hoop niet dat hij in Groningen woont. Dus ik vraag waar hij woont. Ik woon in Rolde. Letterlijk onder Groningen. Maar ja, hij heeft gewonnen, dus we gaan hem gewoon verrassen, ongeacht waar hij woont. Dus we gaan Dennis blij maken. Let's go! Voordat we aan de reis beginnen, gaan we nog even tanken. En weet je wat erin gaat? V-Power 98. Laat de roadtrip beginnen. Weet je wat ook het leuke is van deze winnaar? Mees, pak mijn telefoon eens en ga eens naar zijn Instagram. Aan de ene staat te zien... Zien jullie dat hij... Ah, zie. Aan zijn Insta te zien, zien jullie... Aan zijn Insta te zien, zie je dat hij ook de merch van Don heeft. Ja! En hij stuurde zo'n lief berichtje, een echt trouwe kijker. Hoe oud schat jij hem? Ik zou zeggen 16, 17. 15. 15? Ja, nou, dan zou ik... Godver. Als we nou onderweg nog even een Mac of een KFC of een Subway tegenkomen, kunnen we misschien nog even wat chappen, weet je? Ik begin wel te rammelen eigenlijk. En aan jou hoef ik je niet eens te vragen of je wil eten. En aan mij moet je vragen. Ja, ik ben net voor je. Het is tijd voor even een snelle tussenstop. En natuurlijk bij de Mac. Ik ben sowieso vergeten de laatste twee keer dat ik naar de Mac ging een streepje op de Mac-counter te zetten. Dus als ik thuis kom... Dan, moeten er 3 streepjes bij op de Mac-counter. Ik ga alleen wat te drinken nemen. Jij? Ik neem alleen een ijs frappé. Een ijs frappé. Ik ook, man. Chocolade framboos. Witte chocolade framboos. Jij ook? Ja. Weg, kan. Loesoe. Omdat Mees en ik zo ver moeten reizen, gaat Mees gewoon mee naar mijn huis straks. En dan blijft hij lekker bij mij slapen. En dan gaan we morgen ook weer leuke dingen doen, hè Mees? En woensdag gaan we ook leuke dingen doen. En woensdag gaan we ook leuke dingen doen. Gewoon 3 dagen achter elkaar. Hey. Haha, kijk wat Dennis stuurt. Ready met de Don hoodie. De Mac was lekker. We hebben lekker wat gedronken. Maar jongens, er is iets gebeurd. Ik ga het sowieso niet deze vlog laten zien. En ik weet niet of ik het überhaupt online kan zetten. Maar er was een meneer die ging een beetje heel erg raar doen tegen Mees en ik. Ik moet even kijken of ik het online zet, want het is best wel lastig dat soort dingen. Maar ik ben eigenlijk wel een beetje geschrokken, man. Ja. Ja, jij zit alleen maar te lachen zoals gewoonlijk. Terwijl eigenlijk, ja, serieuze shit. Ja, maar weet je wat het is? Kijk, ik loop jullie nou een beetje te... Ja, ik kan niet vertellen wat er is. Dat is heel kut voor jullie. Maar ik hoop het binnenkort te kunnen uploaden. Ik heb het letterlijk wel op film allemaal. Dus ik ga er niet heel veel meer over lullen. Maar als jullie ineens merken van, wat is onrustig of zo. Ik ben even helemaal van de kaart. Maar in ieder geval, kijk, bordje Rolde. Net te laat, denk ik. Ja. Oh, wacht, daar is nog een bordje. Kijk eens aan. Rolde! We zijn er bijna. We hebben wel een beetje vertraging opgelopen door het akkefietje van net. We hebben gevocht, jongens. Het was niet... Echt jongens, het was gewoon een straatgevecht. En er kwamen 20 mensen en ik kom aan. Boksbeugels, vlindermessen. Echt jongen, ik kom aan en ik sla iedereen helemaal neer. Het is, ik ben blij dat ik Mees bij me heb. Die kan er nog een beetje een grapje van maken. Godsamme zeg. Geef toe, het was wel een beetje eng.
Nee. Jij stond van een afstandje te kijken. Ik werd bijna aan mijn bek geslagen. Ik moest bij de auto blijven staan. Ja, want anders ging ik wel met hem praten. En dan was het een heel ander gesprek geweest, hè? We kappen er nu over, want nu gaan we lekker Dennis verrassen. Waar zijn we überhaupt? We zijn wel echt in een boerenomgeving. Daar hou ik wel van, maar daar kom ik zelf ook vandaan natuurlijk. Alleen dit is in het hoge noorden. Rolde. Rolde. We zijn er! Yo! Oh, alles goed? Yo, met jou? Alles goed? Yo, man. Holy shit, gek. Goed vinden? Ja, duurde wel even. Ja, no shit. We hebben een beetje vertraging opgelopen, sorry. Dat was de snelweg is dicht hier, of niet? Nee, er was een of andere rare man die uit het niets ineens naar ons helemaal toe kwam. Helemaal boos op ons uit de zee. Ja, ik leg het nog wel uit, maar hey, gezellig, man. We staan hier met Dennis. Dennis, wij hebben iets voor jou meegenomen. Ja. Mr. Mace, open the door and get the gift. Wij hebben voor jou... een mooie headset. Mees gaat hem aan jou overhandigen. Alsjeblieft, kijk eens aan. Blij. Ja, echt fucking ziek. Ja, alsjeblieft, man. Ja, ik kon dit zo goed gebruiken. Hè. Die van mij was helemaal... Ik heb nou die headset die ik nu heb, nou 2,5 jaar of zo. Ja. Nou, zeg maar, ik heb altijd gel in en zo. Ja. En het zat helemaal aan vast, zeg maar. Elke keer als ik mijn headset opdeed, ik deed me af. Oh, zo'n gellaag op die rand. Ja, en het was elke keer, zeg maar, het... Hoe zeg je dat? Het kabeltje was dat helemaal vast. Ja. Dit is draadloos. Ja. Oh, dat is helemaal... Als het goed is het draadloos, ja. Dat is wel dik. Nou, top man, dat het goed uitkomt. Ja. Jongens, dit gaan jullie niet geloven. Mees en ik, kijk, hierachter heb je een rotonde. Aan het einde van deze weg. Mees zegt, hey kijk, er rijdt een Urus. En hij zegt... Reed hij net hier dan? Ja, hij reed letterlijk hier. En hij zegt, of nou ja, we zeiden tegen hem. Hey gast, we zagen net een Urus, fucking dik. Die reed hier. Hij zegt, echt niet. Hij zegt, jawel. Blijkbaar is dit de geboorteplaats van Enzo. En zijn moeder die woont hier ergens in de buurt. En ik dacht, oh, dan bel ik Enzo even. Want hij had een Lamborghini Urus te leen van Lamborghini Nederland. En ik bel hem op. En het is Enzo. En wat komt hij doen? Hij komt even hier buurt. Hey, gast, het is je dag, man. Dat is wel leuk, want ik heb Enzo zelf ook al echt een tijdje niet gesproken. Maar wat een toeval, joh. Zien we een Urus? Is het gewoon de Urus die Enzo heeft meegekregen van Lambo. Dus dat is echt bizar dit. Nou, dat maakt het dan gelijk weer goed. Ja, want die man die ons net lastig viel, he can suck my dick. Hey, maar leuk man, maar wat doe je zo al in het dagelijks leven? Je zit op school, ga ik vanuit? Ja, ik werk gewoon bij de supermarkt hier vlakbij. Je werkt bij de supermarkt, oké, nice. Ik maak zelf ook wel video's bij YouTube. Oh, je maakt zelf ook video's? Ja. Nou, geef jezelf even een shout-out, doet hij ook altijd. Nou, voor de mensen die het nog niet weten, ik ben Dennis en abonneer zeker ook even op mijn kanaal. Het heet _, staat in de beschrijving boven. Ja, ik zal het in de beschrijving zetten. Nou, het staat in de beschrijving. Moet je even via DM je linkje sturen, ja? Dan zet ik hem in de beschrijving. Maar praat verder. Een link van mijn kanaal staat in de beschrijving en abonneer zeker ook even. Jongens, kijk, hij heeft visitekaartjes, zo heet hij. Ga hem even volgen. En hij heeft ook visitekaartjes van mij. Ja. En een hoodie, lekker gast. En een t-shirt hier onderaan zelfs. Heb je ook nog t-shirt onderaan? Kijk dan, jongen, lekker gast. Geniaal, ik heb vandaag ook gewoon vrijgenomen. Ik vind het allemaal wel goed zo. Ja? Lekker, man. Maar ik ben ook net, 1,5 uur terug van de camping. Ja, dat zei jij. Deze guy komt gewoon net terug van vakantie. Ja. Die is gewoon lekker op vakantie geweest. Hier hebben we ineens een lijpe tunnel, jongen. Holy shit. Zullen we even optrekken? Ja, is goed. 3, 2, 1. Holy shit. Dat is fucking lijp. Nog een keer? Ja. Holy shit. Dat is fucking lijp. Lekker hè. Het voelt heel vrij hè. Ja. Er komt er gelijk nog een tunneltje achteraan. Wat een perfecte woonomgeving heb jij. Ja, top hè. Een dikke turbo lek had die jongen. Weet je wat dat is, turbo lek? Nee. Dan duurt het heel lang voordat de turbo aanslaat. Ja. Want je merkte, nu ging het toch... Ja. Dat noem je turbo lek. Heel moeilijk uit te leggen, maar dan duurt het heel lang voordat de turbo erin slaat. Dat hadden we nu. Dat voelt raar, jongen. Het is voor het eerst dat ik dat echt heb. Ik vind het leuk om je te ontmoeten, man. Je bent een spontane kerel. Ja. Ja. En dat hoor ik vaker. Dat is echt heel raar eigenlijk. Hoor je dat vaker? Ja, echt nou, heel dat vaak. Is toch een goed teken? Ja, eigenlijk wel, ja. Nou, je lult makkelijk, dus... Het YouTube-gen zit er wel een beetje in. Ja, zeker. Alleen het gedeelte van mensen willen kijken, dat zit er nog niet helemaal in. Laten we proberen, jongens. Hoeveel abonnees heb je nu? 230. 230. Als deze video online komt, laten we op de eerste dag... Het is heel kut als het niet gebeurt. Maar ik weet dat we het kunnen, want we zijn één grote familie. Laten we zorgen dat Dennis gewoon 1000 abonnees heeft, jongens. 1000? Ja, dat moet haalbaar zijn. Ik heb het eerder gehad. Ik heb eerder mensen geholpen die dat...
nog sneller hebben bereikt. Ik vind 1000 echt een mooie goal. En ik weet zeker dat jullie zo lief zijn om Dennis te helpen. Moeten we hier links of rechts? Links. Als het nou niet lukt, dan is dat heel schaamtelijk. Maar ja, ik vertrouw op de kijkers, jongens. Ik hoop het. Kom op. Hey, hoe vond je net? Klein rondje? Ja, fucking vet. Gaat die hard af? Ja. Kreeg je een raar gevoel in je buik? Of was ja, het, nou ja, kijk, die stoel, daar ga ik gewoon helemaal in. Dat is echt, echt fucking vet. Ja. Ja, echt fucking vet. Ja, leuk man, leuk. Super tof dat je dat zegt, want dat had ik echt nooit gedacht. Mag ik weg? Ja. We gaan nu even kijken bij Dennis op zijn kamer. Hij slaapt op zolder. Oh, hij moet eerst even opruimen. Hij heeft een klein beetje opgeruimd. Klein beetje maar. Dit is nou een setup waar elke beginnende YouTuber heel jaloers op kan zijn. Is het gast, zo? Ik had dit niet hoor. Ik had de skeerste laptop en echt een skere camera. Dit is echt wel heel dik. Daar begon ik ook mee hoor, met de schoollaptop. Maar is dit je studio of slaap je hier ook? Nee, dit is mijn studio. Dit is echt puur studio. Het was eerst mijn slaapkamer. Luxe, ouwe. Mijn bed stond eerst hier. Maar ik heb lekkage al, zoals je ziet. Oh, je hebt weer lekkage? Oh. Maar alles is helemaal gefixt nu, dus binnenkort wordt dit allemaal gerepareerd. Kijk, ik heb mijn 100 abonnees playbutton. Wow. Heb je eigen playbutton gemaakt? Ja, vrienden van mij hebben deze gemaakt. Wat dit? Goud, jongen. Geniaal, hè? Gast, hij heeft gewoon stambeeldjes van jou, hè? Kijk. Hey Mees, hij heeft ook nog net zo'n grote bek als jou gewoon, hè? En waarschijnlijk ook zelf de eetlust. Nou, je hebt echt een beste setup, hoor. Ja. Hier kan je ja, zeker een YouTube-carrière mee gaan maken, dat weet ik zeker. Ja, dus als de kijkers nou even nou jou gaan helpen. Dit is zijn oude headset. Zo! Ja, zo, er zit echt een dikke gelwaag in. Kijk, dit ligt er nog, omdat ik zeg maar... Ik heb vorige week heb ik mijn PC sinds 2 jaar schoongemaakt. Ook nog. Kijk. Je bent eigenlijk gewoon een vies mannetje. Kijk eens. Grapje. Kijk, de unboxing is, van de nieuwe headset. Dit is het enige wat hoe het is. Ja, dit is hoe het is. Je hebt een USB, die moet in de computer en dan is die draadloos. En dan eens in de zoveel tijd moet je hem opladen. Daar is die. Holy shit. Yo bro! Hey! Yo. Gast, hoe is het? Ja, goed man. Alles lekker? Ja, hey, ik zag net op je Insta. Dat je gewoon een Lambo hebt gekocht, gast. Ja, dikke congres naar jou, echt feestje. Hey, maar heb je deze nog te leen, of niet? Ja, ze zeiden bij Lamborghini, en dat is echt ziek, die service daar is echt insane. Ze zeiden van, oké, nu jij een Urus hebt gekocht, ga je ook vanaf nu alleen maar Urus rijden. Dus dit is je auto. Oh, je moet nog wachten voordat je hem krijgt? Ja, maar dat is ergens over 3-4 dagen of zo. Dus nog een paar dagen in een gele en dan in een grijze. Ja, maar bro, deze gele valt echt te veel op, jongen. Ja, dus daarom heb je grijs gekozen, zeker. Ja, niet. Is wel iets beter, denk ik. Ja. Deze gele is wel sick, maar ja, ook dat geluid, hè. Dit is echt niet normaal. Shit! Een V8 met 2 turbo's, toch? Ja man, dikke turbo, alles. Bizar man, maar wat hoorde ik nou? Jij bent gewoon in... Dit is mijn geboortestad, hè? Ja. Of dorp eigenlijk. Ja, wij zagen jou gewoon toevallig rijden en nou ja, ik ben hun verrassen met... Ja, toevallig, een gele auto. Ja! Nee, maar hoe groot is de kans dat we jou tegenkomen? Ja, wat de heck, jij woont hier 2 uur vandaan of zo. Ja, dik. Ja. Dus nou ja, deze guy had gewonnen. Ja. Hij had een headset gewonnen. Sick man, ook goede hoodie heb je aan. Ik zal even uitstappen, ja. Yo, yo. Jongen, hoor hem eens pruttelen. Wij zagen net op Insta dat Enzo gewoon een Lamborghini heeft gekocht. Een Lamborghini Urus, niet deze, maar een grijze. Deze heeft hij te leen totdat zijn auto beschikbaar is, totdat hij geleverd kan worden. Aardig wat muggetjes zijn gesneuveld. En kijk die stiksels. Hey Enzo, wat voor kleur is de stiksels van jouw eigen Lambo? Ook geel. Prachtig man. Ja, nee, het is echt... Hoort wel bij Lambo. Er moet iets geel zijn, hè? Maar dat is het. Serieus. Eerst dacht ik geel. Geel? Hoezo geel? Eerst dacht ik van doet groen zo'n gek. Ja, gewoon gifgroen gewoon. Alles groen en dan zo'n logo zo'n ding. Ja, ik probeer mee te denken aan het milieu. Nee, maar geel is gewoon Lamborghini en de binnenkant antraciet met gele stitches. Dat is echt nice, dat is echt super nice. Dus sowieso moeten we nog een keer afspreken als ik mijn eigen heb, want die is echt lijp. Dat is de allereerste Lamborghini Urus met helemaal binnenkant carbon. Ja? Ja, dat is de allereerste. In Nederland of ter wereld? Ja, nee, gewoon Nederland. Fuck je ziek, ja, man. Ja, echt super ziek. Maar ik heb gewoon heel veel geluk gehad dat die Lambo in één keer daar stond en gewoon... Ja, want jij hebt hem dus gewoon op je verjaardag uit het niets gewoon gekocht. Ja. Hoe bruut is dat? Ja, met alle accessoires erop en eraan. Ja. Het geluid is echt perfect. Je hebt echt... Ja, ziek jongen. Je hebt zelfs schietstoel erin.
Ja, maar is echt hij gelooft hem net. Ja, mij zou dit toch niet mogen. Maar is het, mogen wij een stukje meerijden of niet? Ja, natuurlijk. Ja, je mag zelf rijden als je wil. Mag ik zelf rijden? Ja, oh shit. Ik ga wel daarnaast zitten, film ik jou. Ja, is dan, goed. Neem maar over. Meest achterin in de kofferbak. Dit is echt heel erg sick. Ik zal je even uitleggen. Normaal gesproken bij een auto, dan klik je deze klik je zo naar achter. En dan ga je in zijn vooruit. Maar bij deze ga je juist in zijn achteruit. Ik zie het. Als je in zijn vooruit wil, dan druk je één keer op de rechter flipper. Drive. Yes. Heads-up display. Oh, dit is sick. Dit is sick. Hier, kijk dit. Dan druk je op 3D. Kijk, dan zie je de auto gewoon in 3D. Ja, dat is sick, man. What the fuck? Dat is zo vet. Oh damn. Nou. Gast. Zijn lach is zo aanstekelijk. Ja, het is echt aanstekelijk. Ik heb nog de bronchitis van 8 jaar geleden. Er is nog nooit iemand doodgaan in de Euro's. Nee, ik ben de eerste. Ja, een hartaanval. Dat lach je op het einde. Oké, nou, laten we maar een stukje rijden dan. Ja, natuurlijk. Heel rustig doen. Zo. Hoeveel rijdt hij? Je voelt je king of the road, joh. Hoeveel rijdt hij? 1 op? 1 op half. 1 op 1. Hij rijdt gewoon, als je rustig rijdt, rijdt hij met geluk een beetje 1 op 6 zoiets. Met goed... geluk 1 op 6? Ja. We gaan naar een tunnel, zeg jij? Ja. Oh, liet je nou een scheetje? Ja, maar dat is echt ziek aan deze auto, dat is echt zo lijp. Elke keer als je gas loslaat... Je hebt de beste keuze gemaakt van je leven, gast. Holy shit, wat een ding, joh. Echt zieke lens heb jij, man, holy shit. Vind je chill? Ja, dat is zo'n mega wide lens. Ja, het is echt heel chill. Ultra groot toe, echt chill. Tunneltje aan de wand, knettert deze het hardste van het land. Nou, ik denk wel grote kans. Zo, lekker hoor. Holy shit! Dit was heel ziek! Zo, lekker hoor. Neem op, trek me, jong. Hij ging zoeken, jongen! Heb je ESPN uit en zo? ABS? Je hebt hem op sport staan, dus dan staat niet alles aan. Dat is te merken, joh. Anders dan zet je mij hier af, rij rechtdoor, dan kom je daarna hier zo langs rijden. Film ik even van buiten. Is goed. Ja? Wel terugkomen. Hé, hey, hij is van mij. Joe. Yo, volgens mij lacht hij meest nog als ik broodje kroket zeg. Daar komt hij. Holy shit! Dat is echt gruwelijk, mensen. Niet normaal. Ik voel mij gewoon een beetje een vlogkoning zo. Kijk, ik ben twee camera's tegenover elkaar. Hey, deze auto is next level. Jij gaat terugrijden, want... What the hell, gast? Okay. Nu je hier bent, heb je wel eens hunnebedden gezien? Hunnebedden? Nee. Nee? Oh, gast. Echt niet? Nee, ik heb nog nooit hunnebedden. Als je in Drenthe bent, moet je even langs de hunnebedden. Heb je hier dichtbij hunnebedden dan? Ja, bij het kerkhof. Bro, bij het kerkhof? Nou, dat is een... Ja. We rijden ons dood en nog gelijk door. Ja, zoals je in het centrum van bijvoorbeeld Amsterdam op elke hoek de snackbar hebt, heb je hier op elke hoek een hunnebed. Echt? Ja. Hier hebben we er 2, hè? Dit is echt next year. Holy fuck! Tunnel is echt de beste uitvinding ooit. Ja. Wie dat heeft uitgevonden, die heeft echt tunnelvisie gehad. Oh, echt onweer gewoon, hè? Ja. Over onweer gesproken, ik zweer het je, ik stond gisteren bij de moeder van Bas. En toen kwamen die... Hey, hallo!
Toen kwam de buurvrouw, die kwam naar buiten. Die zei, oh, ik dacht dat het onweer was. Dat is echt gebeurd, 100%. Je hebt ook launch control met deze auto. Moet je gewoon rem inhouden, gas inhouden en dan daarna loslaten. En dan. Ja. Ik weet niet of je dat hier wil doen. Je ziet niet wat er om de hoek komt. Oké. Okay. Maar ook sick hè, dat je die overhead display hebt hier. Ja, man, fucking sick. Met die snelheid. Hier rechtdoor? Ja. Maar heb je een overhead? Nee, heads-up display. Je wou naar de hoek. Ja, hier is zo'n display, dus ik zie op de weg hoe hard ik rijd, zeg maar. Oh shit. Had je Jeep dat niet dan? Nee. Gast, je krijgt hier alles van hè. Ja, dit is. En weet je hoezo? Valt onder Audi hè, Lambo. Ja. Het is helemaal van Audi. Die Duitsers weten hoe ze moeten bouwen hè. Wist je, serieus, dit is echt zo. Wist je dat, dat ze begonnen zijn met het motorblok van een RS6 en dat ze daarmee hebben uitgebouwd en daar is deze van gekomen. Echt? Dus dit is begonnen met een RS6 Audi blok. Vet ja. Man. Hij heeft 610 pk toch? 650. Oh ja. Oh kijk. Wat? Dit bordje is het beste wat jou ooit is overkomen, Don. Dit betekent dat er in de buurt, en nu ben ik even een soort Freek Vonk van Drenthe, dat er in de buurt hunnebedden zijn. Wilde hunnebedden. Zal ik jou eens wat vertellen? Ja. Het is voor mij het beste bordje dat is overkomen, maar hij heeft ook al wat aardig bordjes afgewerkt hoor. Ja, nu ben je het kwijt hè? Nee. Oh. Wist je dat het verboden was om op hunnebedden te staan? Nu niet meer? Nee, dat is serieus verboden, sinds kort. Don, dit is gewoon de allereerste keer voor jou ooit. Ja, dat ik een hunnebed meemaak. Wil je niet zo die camera zo in mijn gezicht doen? Hé? Hé? Hè? Hypocriet? Hè? Ja. Oh! Dit is de kleinste. Oh! Nou, mooi zijn kijk me, jongen. We hebben hier in Noorden hebben wij een paar mooie dingen. We hebben hartstikke veel trekkersriet. Maar het mooiste is wel toch even dat we hunnebedden hebben. Dankjewel, reisgids. Die gaat gewoon dan, mooi open. Onze reisgids rijdt wel een mooie auto, hoor. Daar staan we gewoon. Bij een hunnebed. Mijn eerste aanraking. Oh, je hebt een steen aangeraakt. Nee, is wel lijp. Ik heb nog nooit hunnebedden gezien. Hier staat nog een hunnebed. En die is helaas ingestort. Dat is wel zonde eigenlijk. Wat een auto die Oeroes zegt. Niet normaal. Mees en ik zweet ons helemaal kapot. Het was lijp. En zo heeft nog even ons goede Lambo laten kennen. In ieder geval dikke chaos hier zo. Overal kinderen die doorhebben dat Enzo en ik er waren. En Enzo is net weggereden. En nu gaan ze kijken hoe ik wegrijd. Dus Mees en ik gaan onderweg wat eten. En ik ben helemaal van de kaart, joh, van die Oeroes. Gast, holy shit, ik ben helemaal labber de poepie. Dat is zo goud. Oké, let's go. We rijden weg en het hele weer slaat om. Kijk eens, joh. Wat een regen, het bliksemt ook. Kijk wat een water er op de weg ligt, joh. Zo! Zo gek! Oh, mees, kijk hoe ik moet rijden. Anders zie ik niks. Wat de hel, kijk. Je ziet nog, op camera zie je het beter dan dat wij het zien. Ik kan bijna die auto voor me niet zien, alleen de lichten. In ieder geval, echt, die Dennis en zijn familie zijn echt toppers. Super gezellig was het. Mees zei ook van, nou, die Dennis is zo'n topgozer. Hij was gewoon lekker aan het lullen, hij was gewoon lekker zichzelf. Echt, Dennis, als je dit ziet, je bent echt een topfan. Jongens, abonneer alsjeblieft op Dennis. Hij doet al zo lang aan YouTube en hij, ja, ik zie mezelf in hem, weet je. Hij probeert het zo! Deze dag heeft echt een paar wenningen gehad die ik niet verwacht had. Nee, een man die me bijna op mijn bek geslagen heeft zonder reden. We kwamen ineens Enzo tegen, we hebben in een Lambo gereden. En we hebben, ja, laten we zeggen, de Lambo goed getest. We hebben Dennis blij gemaakt. En wat een dag! En nu gaan we lekker choppen. En raad eens wat, we gaan choppen. Heel gezond. Beam, 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 beam. Jezus, wat zie jij er moe uit, gek. Niet dat ik er wel geweldig uitzie, maar wat wel geweldig is, is dit voedsel die ons gaat vullen. Oké, dit is echt weer vies. We moeten een klein beetje stil zijn, dames en heren. Mees, we hebben echt een topdag gehad. Ja. Dat was echt top. We hebben nog even lekker wat fastfood naar binnen gewerkt, zoals jullie slagen. Maar in ieder geval, wij gaan nu lekker slapen. Morgen weer een nieuwe dag. En dan ga ik jullie zien om 5 uur morgen. Dames en heren, ik ga zeggen wat ik op tijd zeg. En dat is tot de volgende video. Later. We ouder Simon Loos. Wat is er met Simon Loos?